die druk. Daar denk dat je daar als dokter wel gedeeltelijk voor werkt. Dat je dat graag wil. Maar het is ook iets waar je thuis ook nog eens over nadenkt. En misschien 's nachts nog eens van wakker wordt. De dingen die je meemaakt. Ouders die je aanstaren. Kinderen van juist hele oude mensen die je op de spoed mee te maken krijgt. Je werk vraagt veel van je. En als je op een gegeven moment daar je te gemakkelijk bij gaat voelen, dan verdwijnt die druk. En is het minder spannend. En ga je daar ook minder plezier aan beleven. Als je die balans goed vindt, dus je spannend op het werk, druk voelen, maar daaromheen er genoeg energie uithalen, dan voel je daaromheen ook goed. En dan heb je energie voor alles. En voor mij is daarin sport ontzettend belangrijk. Ik heb altijd het idee dat als je hard aan het sporten bent, dat een deel van je gedachten wegvallen. Ik denk dat reflectie ontzettend belangrijk is. Dat je bezig blijft met wat je aan het doen bent. En als iets goed is, dan merk je dat wel. De druk heb je nodig om het beste uit jezelf te halen. Klinkt cliché, maar ik denk dat het zo is. En als je op een gegeven moment ergens het gevoel hebt dat dat niet meer zo is, of dat je niet verder komt, dan ga je wat anders zoeken. 'S Ochtends kijk je in de spiegel en dan vraag je jezelf, vind ik het leuk om te gaan doen wat ik vandaag ga doen? En als dat te veel dagen achter elkaar nee is, daar moet je wat mee. Ik denk dat het, hoe meer druk je voelt waar je het juiste mee gedaan hebt, hoe meer zin je hebt om andere dingen te doen.